het Diaspora Instituut Nederland, door president Santokki zelf ingesteld. We horen er veel over, maar we gaan er vandaag over praten met de voorzitter van DIN, want daarvoor staat het Diaspora Instituut Nederland, DIN. Hij is ongeveer nu 2 maanden de voorzitter en we gaan praten met John Brewster om ons het een en ander te vertellen over dit instituut. Goedendag meneer Brewster en welkom bij ons programma In Gesprek Met. Goedendag, hartelijk dank dat ik hier mag zijn. Nou, altijd welkom ja. Overigens. Diaspora Instituut Nederland, hoe lang bestaat het instituut intussen? Eigenlijk zijn wij meer dan 2 jaar. We zijn eerst geïnstalleerd, toen was mevrouw Kathleen Verrier de voorzitter. Na een tijdje hebben we besloten om het herbezinnen en na te gaan of het nodig is om op dezelfde voeten door te gaan. Mm-hmm. Het bestuur is afgetreden en heeft mij gevraagd om te kijken of wij een herstart kunnen maken. En na een paar consultatiegesprekken met instanties, met mensen, met bureaus, zijn we tot de conclusie gekomen dat we het anders gaan oppakken. Wij hebben gezegd dat wij gaan proberen een klein bestuur te maken en niet zo breed en groot zaken te doen. Dus we hebben gefocust op 3 projecten. Oké. U zegt 3 projecten. Wat doet het instituut? Een goede vraag, want ik vind dit heel belangrijk om een keertje duidelijk te maken. Ik ga eerst zeggen wat het instituut niet doet. Is. Okay. Het instituut is dus niet diaspora fonds. Instituut dus jullie hebben geen bank met geld voor ons? Helaas niet. Helaas niet. Het instituut is ook niet Fresh Capital of Diaspora Bank of al die dingen die ik ook gehoord heb. Wij zijn alleen maar voor kennis en kunde. Wij proberen investeerders te verzamelen of in ieder geval te identificeren en naar Suriname te sturen om Suriname te helpen opbouwen. Mm-hmm. Dus als het gaat om kennis, kunde en investeringen, daarvoor zijn wij. Oké. Okay. Ja. Kennis, kunde en investeringen. Te beginnen met kennis. Hoe doen jullie dat? Kennis moet je zien als een soort een matchingbureau. Mm-hmm. Suriname heeft een capaciteitsprobleem. De instituten in Suriname zijn niet sterk genoeg. En wij hebben een soort brain drain, zoals we dat noemen. Dus als wij het hebben over grote projecten, dan blijkt het dat wij een capaciteitstekort hebben. Daar kan de diaspora dus inspringen. In Nederland en de rest van de wereld hebben we Surinamers rondlopen die dat kunnen. Die goede expertise hebben op verschillende vakken en sectoren. Die proberen we te verzamelen, die proberen we bij elkaar te brengen. En dan gericht naar Suriname te sturen om mee te helpen met projecten. En het kan soms zijn dat het gaat om een scholing, een bijscholing. En soms gaat het ook om dat er mensen geplaatst worden bij het DNB of bij de ministers of dergelijke. Maar heel simpel, Suriname is bezig met een BTW-ombuiging, noem ik dat. Mm-hmm. Of een belastingombuiging. Ja. Daar heeft Suriname ook expertise voor nodig. Dus daar zijn we bezig voor Suriname, okay, om dat te zoeken, ja, en te vinden. Oké, okay, mooi. Dat is kennis. En dan kunde? Kunde is hetzelfde. Het zijn mensen die dingen moeten kunnen. Want kennis alleen is niet genoeg. Ja. Er zijn heel veel mensen die de kennis hebben, maar ze kunnen het niet doen, omdat het te theoretisch is. Dus daarop selecteren we ook. Okay, dus jullie helpen uitkijken naar de mensen die mee kunnen helpen, like letterlijk hand in de modder, om, ja, dat ding te kunnen, ja, doen. Ja, ja, okay, ja. Maar het gaat ook om rechters, het gaat ook om rechterlijke machten, ja, versterken. Het gaat ook om internationale inzichten die opgedaan zijn, die ook hier in Suriname geraadpleegd kunnen worden. Maar let op. Het gaat ook om gewoon mensen die een appel moeten plukken, ja, of, ja, kersen moeten plukken. Ja. Dus we moeten niet gelijk denken dat het gaat om high-level functionarissen. Het kan ook gaan dat het om arbeid gaat. Want wat Suriname nu bezig is, en dat heb ik ook gezegd in mijn vorige gesprekken. Suriname moet van de illusie af dat wij Suriname gaan kunnen opbouwen met 600.000 mensen maar. Het is een illusie. Het gaat niet kunnen. Maar er zijn 600.000 mensen hier. Ja. Maar er zijn natuurlijk veel meer Surinamers. 1 miljoen ongeveer. Ja. 1,2 miljoen. Ja. Nog te weinig. Okay. Het is een illusie. Alleen maar als je kijkt hoeveel van die 600.000 Surinamers hier actief zijn. Dan moet je denken aan de ouderen die niet meer actief zijn. En de jongeren die ook niet actief zijn. Die zijn, mm-hmm, nog op school. Er blijft maar 40% tot 50% over die echt de economie kunnen helpen opbouwen. En dat is onrealistisch. Je kan met welke project je dan ook bezig bent hier komen. Te weinig arbeidskrachten, te weinig, te kleine arbeidsmarkt. Suriname gaat dus een open economie moeten worden. Wij gaan over moeten gaan op
arbeidsmigratie. Het is geen leuke boodschap die ik hier geef, maar het is een noodzakelijke. Wat is open economie? Open economie betekent dat Suriname open staat voor andere economieën, andere investeerders, buitenlandse investeerders. Dat het makkelijk is, ik noem dat doing business met Suriname. Mm-hmm. Het moet makkelijk zijn om een bedrijf hier te beginnen of om een investering hier te doen. En het moet niet zo zijn dat we naar 6 verschillende locaties moeten gaan en 7 verschillende ministers moeten spreken om gewoon een simpel bedrijf hier op te richten. Want de netwerken van ons en de investeerders van ons, die klagen erover dat ze, zodra ze in Suriname zijn, mm-hmm. zodra we alles geregeld hebben en ze komen hier letterlijk, dat wel, met geld mm-hmm. om te investeren, lopen ze tegen muren aan waardoor het niet meer kan. Oké. En arbeidsmigratie wil dat zeggen dat er dus andere mensen naar Suriname moeten kunnen komen om hier te helpen het werk te doen? Ja, het is geen prettig verhaal dat ik hier vertel, maar daarvoor zit ik ook niet hier. Ja. Het is een realistisch verhaal. Als wij ons gaan focussen op fruit, groenten, hebben we gewoon mensen nodig die het gaan plukken en die gaan planten. Gaan planten. En die hebben we niet. Die hebben te weinig. Als we het hebben over oil en gas, zijn er ook mensen die gewoon aan het werk moeten. Die hebben we niet. Als het gaat om high level position, die hebben we ook niet. Dus we gaan onze economie open moeten stellen, ons arbeidsmarkt open moeten stellen. En wij zullen niet de eerste zijn in de wereld die dat doet. Dubai heeft dat gedaan. Dubai wordt eigenlijk opgebouwd door buitenlanders. En niet door de inheemse bevolking van Dubai. Die richting gaan we op moeten komen. Ik wil wel duidelijk zeggen dat er wel wetgeving geregeld moet worden. Want dat is de eerste. Eerst dat wetgeving. Kan ook geen free-for-all worden. Nee. Dus eerst wetgeving. Waarin duidelijk is aan welke rechten de mensen hebben die hier zo komen werken. Wat mogen ze na 5 jaar? Mogen ze stemmen? Mogen ze niet stemmen? Wanneer mogen ze stemmen? Maar die mensen leveren een bijdrage aan de economie van Suriname. Dus je gaat ze ook wat rechten moeten geven. En die gesprek moeten we nog met elkaar gaan voeren. Van nou, welke rechten krijgen ze? En de sentimenten hier naar buitenlanders, inclusief diaspora. Die gesprek moeten we nog heel goed met elkaar voeren. Okay. Het nationalisme gaat ons niet ver brengen. Maar oké, dus nu is dat het idee van wat er moet gebeuren. Het plan is er, het idee is er. Wat doet DIN dan precies om ervoor te zorgen dat we dat dan ook gaan bereiken? DIN heeft 3 projecten geïdentificeerd. We hebben gezegd, we gaan pilots draaien. Mm-hmm. Want je kan dingen roepen, je kan plannen maken. Ja. Maar het belangrijkste is resultaatgericht. En resultaten haal je door een pilot te beginnen met een begin en een eind. We hebben gezegd, we gaan op 3 projecten concentreren. Onderwijs. Capaciteitsversterking en industrialisatie. Met onderwijs hebben we gezegd, we gaan het ook niet groot maken, want het is, onderwijs is een heel concept. We gaan 5 scholen adopteren. We hebben 5 scholen geadopteerd en we beginnen met spijkers, verf, tot het curriculum veranderen, tot digitalisering van het onderwijs, tot mediatheken maken, tot de scholen van docenten, maar ook het belangrijkste is ouderparticipatie. En dat we een soort, ja, ik noem dat maar kwalitatief hoogwaardig onderwijs gaan creëren die mee kan doen met internationale standaarden. Dus het hele onderwijsconcept gaan we proberen in een pilot aan te passen, waardoor, ik zeg dat heel plat, een docent die hier les geeft, moet gewoon 1-op-1 in het buitenland ook les kunnen geven, want ze gebruiken dezelfde lesmethode. En nu moet je omscholen eigenlijk, ja, om dat te kunnen, ja, doen. Oké, dat is onderwijs. En industrialisatie hebben we ook gezegd, gaan we focussen. De eerste wat we gaan doen is gewoon een houtfabriek hier neerzetten. À la Brunseel. Ja, okay. Dan gaan we weer. Er zijn bedrijven in Nederland die geïnteresseerd zijn. Er zijn afnemers die geïnteresseerd zijn. En wij hebben gezegd, als wij praten over industrialisatie, betekent dat dat wij eigenlijk de toegevoegde waarde van de producten hier, de grondproducten hier, hier in Suriname willen houden. Het kan niet zo zijn dat onze rondhout geëxporteerd wordt. En wij zitten hier met arbeidstekorten en armoede en dergelijke. Dus wat we willen is gezamenlijk met de Surinaamse ondernemers, Surinaamse bedrijfsleven, de MKB in Suriname, mm-hmm. willen we versterken door te zeggen, laten we samenwerken. Laten we alle houtconcessies en alle mensen die bezig zijn met hout bij elkaar brengen. Een fabriek neerzetten op internationale standaarden, met internationale standaarden. Om zodoende een fabriek neer te zetten à la Brunseel. En dat we gezamenlijk met de buitenlandse investeerders zo'n fabriek neerzetten. En een pilot draaien om te kijken. Ik zeg altijd, we gaan heel simpel beginnen. We gaan beginnen met luciferstokjes en tandenstokers. Ja, ja, ja. Aan elkaar toch. Ja, ja. Dat we die dingen gaan importeren. Ja, 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 ja. Dat kan niet. Sowieso. Ja. Oké, maar hoeveel tijd hebben jullie jezelf gegeven om de pilot te draaien? En nu komt het. Veel mensen vragen van, ja, maar de regering is maar nog 2 jaar.
laat het even helder zijn. Wij denken niet in termijnen van regeertermijnen. We denken aan Suriname. We willen Suriname helpen opbouwen. Dus wat wij doen is een planning maken voor 5 jaar. En we gaan niet starten met het begin van een regeringstermijn. Maar de bedoeling is dat we gewoon doorgaan. En los van welke regering dan ook, moet deze projecten gewoon doorgaan. Oké, dus 5 jaar. Ja. En aan het eind van de 5 jaar komt er een evaluatie van de pilot. En dan wordt er besloten van oké, we gaan op die manier of op deze manier verder. Er moet een soort blauwdruk komen ervan, waardoor, want we hebben het over, bijvoorbeeld als het over onderwijs gaat, gaat het over 525 scholen. Dus een soort blauwdruk dat over alle andere scholen neergelegd kan worden, waardoor we verder kunnen. Oké, eerder in het gesprek noemde u ook investeringen. Hoe zal dat eruit zien? Hoe gaat DIN faciliteren dat mensen hier wel met een koffer met geld kunnen komen en daadwerkelijk kunnen investeren? Ik vind het jammer, ook weer jammer dat je zo'n vraag stelt, omdat ik juist de illusie weg wil halen dat DIN met een koffer geld hier komt. Of in ieder geval de mensen, onze investeerders. Kijk, een investeerder met wie ik praat en met wie wij praten, is niet degene die het geld heeft. Hij vertegenwoordigt een conglomeraat of een groep mensen die geld bij elkaar zetten of een fonds hebben. Dus hij moet eerst vertrouwen hebben in DIN en daarna vertrouwen in Suriname. Mm-hmm. We gaan ze hier brengen om ook te kunnen kijken wat de investeringsklimaat is. En dan komen ze met hun investeringsmogelijkheden. En de ene keer is het geld, en de andere keer kan het ook kennis zijn. Yeah. Maar in ieder geval, er is geld genoeg en de mensen willen echt graag hier in Suriname investeren. Maar we moeten eerst hier ons huiswerk doen en ervoor zorgen dat het investeringsklimaat zodanig is dat men bereid is hier te komen. Ja. Eerder noemde u ook het woord diaspora en nationalisme. Waarom? Omdat, ik zie dat u lacht, omdat wij ook ons hoofd niet in het zand moeten stoppen. Of ik zeg kop, maar dat kan ik niet op nationale tv zeggen. Wij zijn er bewust van dat er een sentiment speelt als het gaat over diaspora. Ik heb in heel veel gesprekken gehoord dat sommige mensen bijna een afkeer krijgen als ze het woord diaspora horen. Omdat ze nare ervaringen hebben gehad met de diaspora. En er is ook een beeld gecreëerd dat we met heel veel geld zouden komen. En die verwachtingen zijn niet waargemaakt. Ik pleit ervoor om ook aan te tonen dat er ook andere type diaspora's zijn. En daarvoor gaan we in gesprek. Er zijn ook diaspora die een hart hebben voor Suriname en die passie hebben voor Suriname en die echt serieus wat willen doen voor Suriname. Mm-hmm. Wij focussen nu meer op de 3-4 gevallen die een beetje negatief in het nieuws zijn gekomen. Jammer, want dat slaat ook op alle diaspora's. Maar diaspora bestaat niet vandaag. Laat me beginnen met mijzelf. Ik ben een zoon van je buurman. Ik ben een zoon van Suriname. Ik heb hier op de Ams gezeten. Ik heb hier op de Rietveldschool gezeten. Ik ben een kennis van een nicht van iemand van jou. Dus eigenlijk ben ik ook niet zo ver diaspora als je denkt. Maar we hebben het ver van ons gebracht en diaspora lijkt op iets vreemds. Terwijl ik eigenlijk gewoon familielid van jou ben. Ja. En dat probeer ik ook hier weer terug te brengen. Dat diaspora ging vreemden zijn. Unap chiefsranang. Najami kumbate boeri. Zo dat moet ik dat zeggen. Dus, en dat gaat nooit meer weg. Dat gaat nooit meer weg. Alleen hebben we gemerkt dat we dezelfde taal praten, maar we verstaan elkaar niet. En daar is toenadering nodig. En daarvoor gaan we proberen een symposium te organiseren, zodat we met elkaar daarover kunnen praten. De sentimenten zijn er en die gaan niet weg. Het is nu aan de regering om beleid te maken, om aan te tonen wat de meerwaarde is van de diaspora. En er zijn mensen die al hier zijn vanuit de diaspora. Ja. En er is al duidelijk wat de meerwaarde kan zijn. Maar die moeten meer aandacht krijgen. Oké, we gaan het straks hebben over het symposium. Maar ik wil toch een vraag stellen, want ik heb dat nog niet voorbij zien komen. En ik denk, ook omdat ik natuurlijk zelf werk in die sector, dat het te weinig aandacht krijgt. Wat gaan jullie doen met de cultuur, kunst en cultuursector? Goeie vraag. Ik moet wel zeggen, met iedereen die ik praat, probeert zijn of haar eigen sector ook onder de aandacht te brengen. Ik heb met een groep medici gesproken, en de gezondheidszorg die vindt van nou, wat doen jullie aan gezondheid, cultuur. Ik heb ook met iemand gesproken in de kunst, die zegt van wat doen jullie met kunst, wat doen jullie met ons erfgoed. Dus dat klopt.
Ik ben een voorstander van cultuur, want ik vind dat cultuur een van onze, ik noem dat maar, fundamenten zijn van de samenleving. Mm-hmm. Niet voor niks gebeuren de rare dingen hier en is de moraal kompas bijna kwijt. Mm-hmm. Is omdat we ons cultuur niet goed omarmen. Ook voor cultuur hebben we aandacht en ook voor cultuur zullen wij proberen investeerders te halen of in ieder geval aandacht te geven en het cultuurerfgoed te behouden. En we zullen het niet proberen alleen in relatie met Suriname, maar we gaan ook proberen bij de VN of in ieder geval Europa ons cultuurerfgoed ook neer te zetten zodat wij onze cultuur kunnen behouden. Nee, alle ondersteuning mag je van het Diaspora Instituut Nederland verwachten als het gaat om cultuur, ook om cultuur. Oké. Aline, is er nog geen plannen? Wij hebben natuurlijk plannen, maar wij zitten ook met een capaciteitsbeperking. Mm-hmm. En wij hebben ons daarom gefocust op 3 projecten. Wij kunnen niet alles tegelijk doen. We willen ons concentreren op 3 projecten. We willen alle aandacht daaraan geven. Ja. En zorgen dat er resultaten komen. Want zoals de president zegt, we moeten nu gaan scoren. Ja, absoluut. Ja. Nou, meneer Brewster... Als we kijken dan naar DIN tot eind van het jaar, wat mogen we nog verwachten? Wat gaat er nog gebeuren dit jaar? Gaan we het hier merken in Suriname of wat gebeurt er in Nederland? Want het instituut is in Nederland gevestigd. Ja. Dus wat staat er nog te gebeuren? U mag van ons verwachten dat er, as we speaking, een paar containers al in deze richting opkomen waarbij we met acute hulp aankomen, dus noodhulp. We hebben het over computers, verf, pc's en dergelijke voor een paar scholen die echt noodhulp nodig hebben. Mm-hmm. U mag van ons verwachten dat voor eind van het jaar dat wij in ieder geval 5 scholen al een verfbeurt hebben gegeven en gerenoveerd hebben. Ja. U mag van ons verwachten dat er zeker een homecoming summit georganiseerd zal worden. Niet dit jaar moet ik wel even mm-hmm. geven, volgend jaar. Waarbij... wij gaan proberen de diaspora's die al op vakantie zijn, die al hier zijn, om ze te verleiden om ook iets achter te laten in Suriname. Suriname is het enige land in de wereld die nog geen diaspora homecoming summit heeft, die diaspora nog niet verankerd heeft. Er zijn landen die al een minister van diaspora hebben. Ja, klopt. Ja, dat hebben we hier nog niet. Dus wij kunnen nog niet, wij hebben nog niet in place hoe wij de capaciteit, ik noem het maar de kapitaal, diaspora kapitaal, kunnen verzilveren. Mm. En daar gaan we proberen met zo'n symposium en zo'n een homecoming summit dat te proberen te doen en vooral het samen doen. Hè. Ja. Het moet niet zo zijn dat diaspora collega zei Saja of dat wij gaan zeggen wat hier moet gebeuren. We gaan dat samen doen en wat ik dan graag zou willen is dat de diaspora iets tastbaar achterlaat. Dus oneer komorof kom prevalig ja of alleen maar op vakantie of alleen maar biggie things, zoals ik zeg, ik herhaal dingen wat ik hoor. Mm-hmm. Ik heb het nog niet gezien. maar we gaan ook proberen een week lang of 2 weken lang met elkaar te praten. En iedereen die hier op vakantie is, heeft de expertise, is goed in iets. Klopt, ja. Dus we gaan proberen in de 2 weken dat we hier zijn op vakantie mm-hmm. iets terug te doen voor het land. En al is het een school bouwen in ergens in Kalisimuto of in een Indiaanse dorp, maar dat we weggaan en kunnen zeggen, kijk, dat heeft de diaspora samen met Suriname neergezet. Dus echt iets tastbaar. Ja. Los van de kleine workshops en symposia en trainingen die gegeven zullen worden. Ja. Maar het wordt iets groots. Oké. Okay. Aroko Hebi. Aroko Furu. De Skoro Manjaring. Ik heb een brede schouders. maar het is niet de bedoeling dat de diaspora dit alleen gaat doen. Okay. De bedoeling is dat we reeds bestaande initiatieven bij elkaar brengen. Ja. Meneer Brewster. Ik hoop dat ik ook een beroep op u kan doen als het gaat om het helpen opbouwen van Suriname met de diaspora. Absoluut. Ik ben altijd voor het helpen opbouwen van Suriname. Waar, op welk gebied dan ook. Kijk. Wilo Bisranan. Ja. Ja. En we doen het op die manier. De liefde tonen voor Suriname doe je door eraan te werken. Winawang. Ja, absoluut. Ja. Dank u wel voor het gesprek. Dank u wel. Dat was het gesprek met de heer John Brewster. Hij is sinds kort de voorzitter van het Diaspora Instituut Nederland. En u hoort het. Het werk is veel. Is er nog ergens waar de mensen de informatie allemaal nog kunnen gaan nalezen, bezichtigen? Ja, contactinformatie? Op onze website. De website. Ja. En dat is? www.diasporainstituutnederland.com. Oké.
Daar haalt u dus alle informatie. Ook als u contact wil maken, misschien heeft u een idee. Maar misschien wilt u ook helpen om uw schouders eronder te zetten. Dan kunt u contact maken. De comedywereld is normaal gesproken een wereld die gedomineerd wordt, overgrotendeels door alleen maar mannen. Maar we zien dus anno 2023 dat veel meer vrouwen de comedy schoen aantrekken en zoiets hebben van ik kan ook gewoon op de planken staan en een even goede job doen zoals de man dat kan doen. Ik praat vandaag met een van deze vrouwen, Lucinda Sidok, die ook vrouwelijke comediaan is. Blijft u kijken. Mevrouw Lucinda Sidok, dankjewel dat je tijd hebt gemaakt om te zitten met ons vandaag door je hele drukke schema heen. Zit je er toch vandaag? Tuurlijk. Welkom. Ja, maar dank je. Hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Het gaat goed. Het was een lange reis, 9 uur, maar ik ben blij dat ik terug ben. Geweldig. We zijn ook blij dat je terug bent. Ja, man. Als we moeten kijken naar Lucinda Sidok, je bent een comediaan en het is overwegend een eigenlijk mannenindustrie. Het wordt door de mannen gedomineerd. Voordat we daarover gaan babbelen, wie is Lucinda Sidok? Nou, ik ben dus Lucinda, ik ben 41 jaar. Ik woon in Amsterdam. Mm-hmm. Ik heb een zoontje van 6. 4 jaar geleden was ik ook hier met mijn show Lekker Lang Lusje. En ik had toen een try-out gedaan van een nieuwe show van mij, Girlstrip. Wie ben ik? Ik hou van positiviteit, ik hou van empowerment. Dus ik probeer altijd mijn beste beentje voor te zetten. En als het niet lukt, dan wil ik er niet te lang mee bezig zijn. Dus dat ben ik een beetje. Gezellig. Je hebt aangegeven, je was een paar jaar hier geleden al in Suriname. Mm-hmm. We hebben trouwens die aflevering van Tepa Bankstel ook wel gezien. Leuk trouwens. Je bent vrouwelijke comediaan. Waar is het allemaal voor je gestart? Ik ben begonnen als theatermaker, dus dat ik dan theater schreef en ik zat in een oudere toneelgroep Angalampu. Dus ik vond het altijd leuk om iets met theater te doen. Mm-hmm. Dus schrijven, maken, regisseren. En toen was er een comedy workshop van Jeffrey Spalburg. En Jeffrey Spalburg schrijft voor Jürgen Reiman, heeft een paar dingen gedaan achter de scene, maar hij is zelf een hele goede regisseur. En toen gaf hij dus comedy lessen. Toen dacht ik van, laat me meedoen om te kijken wat het gaat betekenen voor mijn schrijfwerk. Mm-hmm. Weet je, want het is weer comedy, dus ik dacht misschien is anders. Improvisatie ging goed, schrijven ging goed, stage presence ging goed. Dus zei Jeffrey, jij moet comedy doen. Dacht ik, nou man, ik ga geen comedy doen. Ik ben hier puur omdat ik theatermaker ben. Maar ik hield wel van comedy, dus ik ging wel al naar Roué en Beurt, et cetera. En elke editie dat ik hem dan tegenkwam bij die show, zei hij, je doet nog steeds geen comedy. Dacht ik, laat me het proberen. En dat was 2007 en the rest is history. Sindsdien. Mm. Maar als je moet kijken naar je groei, want je gaf aan, je bent als theatermaker begonnen. Ja. Als je moet kijken naar je groei, hoe zou je dat omschrijven? Het is wel een langzame groei, maar net wat je ook aangeeft, het is een mannenwereld. En toen ik comedy deed, toen waren er nog niet zoveel vrouwen als nu. Ja. Dus ik heb wel opmerkingen gehoord van, je snapt comedy voor een vrouw. Of je bent grappig voor een vrouw. Weet je, zijn mensen onderling of je bent grappig of je bent niet grappig. Mm. Niet omdat je een vrouw bent. Natuurlijk hebben we een ander soort humor. Of wij hebben andere aspecten waarnaar we kijken. Maar dat maakt het niet minder grappig. Dus de groei is zeker. Maar het zijn wel kleine stappen die je maakt. Want het is een gunfactor. Mensen moeten je het gunnen. Mensen moeten willen met je samenwerken. Dus je loopt ook wel tegen muren aan. Waarvan je zegt, het is niet erg. Weet je, vandaag niet, maar een andere keer weer. Dus als het linksom niet gaat, gaat het rechtsom. Dus de groei is er, maar het gaat langzaam, maar is ook niet erg. Oké, je hebt aangegeven, de groei gaat langzaam. Je weet ook dat het alleen, of ja, niet alleen, het is een mannenindustrie. Nu nemen heel veel vrouwen over. Klopt. Hoe kijk jij daar tegenaan? Is alleen maar goed. Is echt alleen maar goed. Ik ben alleen maar blij dat er steeds meer vrouwen bijkomen. Die zeggen, we gaan het proberen, we gaan het doen. Mm-hmm. En ook het durven, en vooral... We worden altijd, Surinaamse opvoeding is, mensen hoeven je tori niet te weten. Ja. Snap je? Dus dat is ook nog weer een grens waar je dan over gaat. Mm. Dus ik ben blij om te zien dat steeds meer vrouwen zeggen, ja man, we gaan het proberen, we gaan het doen. Ja. Zeker. Los van comedy maken, om het zo te zeggen, wat doe jij ook gewoon in het dagelijks leven? Mm-hmm. In het dagelijks leven ben ik jeugdmaatschappelijk werker. Dus ik werk met kwetsbare gezinnen.
mensen die het, gezinnen die het moeilijk hebben, ouders die het moeilijk hebben met hun kinderen of jongeren die vragen hebben en knelpunten hebben. Dus dat doe ik dan als dagelijks leven. Dus daar, om mij zo te zeggen, daar betaal ik grotendeels de huur mee. Yeah. En met comedy, weet je, omdat comedy is niet everyday. Je krijgt opdrachten, soms wel, soms niet. Dus met Gods wil wordt het ooit een regular job, maar ik zou altijd jeugdmaatschappelijk werk. Dan weet ik zeker, is altijd werk en ik vind het ook dankbaar en leuk werk. Dat is een mooie combinatie, interessant. Bezig zijn met jongeren en dan ook theater maken. Mm-hmm. Hoe is dat stukje voor jou begonnen en hoe heb je hem daarna in combinatie of gezegd van ik wil ook theater maken? Het is best een moeilijke combi, omdat weet je, kan twee kanten opgaan. Tot nu heb ik het alleen maar meegemaakt dat als ik gezinnen begeleid en er zitten jongeren in die op YouTube kijken of TikTok of noem maar op, die me gezien hebben, zijn ze gelukkig enthousiast. Mm-hmm. Dus ik heb wel een dame gehad, ze wou niet met niemand meer werken. Dus zei tegen mijn collega, nou is bang, laat me met haar praten, vaak prik ik er wel doorheen. En toen zag ze me, ze zei, nou, ze heeft niks gezegd. En pas achteraf zei ze, mijn god, ik vind je filmpje zo leuk, dat je me begeleidt. Dus het is voordelen en nadelen, omdat als ze je googelen, zien ze dat je heel veel meer daarnaast doet. Maar ik zeg altijd, dit is werk. Ik maak geen grappen met mijn werk. Ik doe mijn werk naar behoren. Grappen doen we on stage. Mm-hmm. Weet je, dus mensen krijgen een andere Lucinda. Er zijn wel toch twee verschillende Lucinda's. Ik maak geen grappen als het gaat om geld verdienen, dat soort dingetjes. En wanneer ik on stage ben, dan gaat mijn knop om. Mijn Sasha Veers komt eruit. Yeah. En dan krijg je een andere Lucinda. Oké, okay. Je hebt aangegeven dat jeugdwerk, je bent ook gewoon comediaan, zeg maar. Als je moet kijken naar de voorbereidingen voor een show, hoe gebeurt dat? Wat moet ik me erbij voorstellen wanneer de zender zich gaat voorbereiden voor een optreden? Is een goede vraag, want vaak genoeg mensen denken dat, omdat je comedian bent, dat je, er is een groot verschil tussen comedy en moppen vertellen. Hè, ik heb het vaak gehoord, oh vertel me iets grappigs. Het werkt niet zo. Ja. Want als ik van beroep een motje was, had je me ook niet gevraagd om die dingen te doen. Snap je? Dus mensen moeten echt in gedachten houden dat het toch een vak is. Het is werk, het is een vorm van kunst. Mm-hmm. En voorbereiden. En voorbereiden inderdaad ligt eraan, voor wie ga je optreden? Wat is de doelgroep? Wat voor afkomst, wat voor cultuur? Want je probeert iedereen happy te houden. En het zal niet lukken. Maar je wilt toch dat mensen een feeling hebben. Toch het idee hebben van, ai, ik voel het. Of dit herken ik. Weet je, dus het is echt, de voorbereiding zit er vooral in research doen van waar ga ik staan, voor wie ga ik staan, et cetera. Dus know your audience is heel belangrijk. Zeker, eigenlijk. Zeker. Want anders ga je ze verliezen. Ja. Als je moet kijken naar, want je hebt heel veel jongeren die nu ook die kant op willen gaan, toch? Om comedian te zijn, stand-up comedian te worden bijvoorbeeld. Vind je wel dat er genoeg begeleiding is? Want het is inderdaad een vorm van kunst. Maar denk je dat mensen er zo naar kijken? Nee, ik denk dat mensen gewoon denken, oh, je breekt een fatu. Ik had toevallig gisteren erover, ik ben zijn naam even kwijt. Is hun nu staan ze comedian as upcoming. En ik ben echt even zijn naam kwijt. Rajiv. Aardige jongen. En ik heb hem dus ook de vraag gesteld van, geef niemand comedy lessen hier. Toen zei hij van, no boy, de begeleiding is er niet. Weet je, het is allemaal op eigen kracht. En ik wil wel graag de nodige tools hebben. En ik denk dat de begeleiding makkelijk is, omdat het is niet alleen fatu breken. Er zit inderdaad een hele, hele manual aan om comedian of comedy te doen. En natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen vorm. En mijn manual werkt niet voor jou, maar je moet er toch anders mee omgaan. Dus in Nederland is er veel begeleiding, maar ik weet dat er hier in Suriname weinig begeleiding is. Dat is jammer. Vooral als er vraag naar is. Mm-hmm. Weet je? Klopt. Dus dan hoop ik echt, desnoods dat ik terug mag komen. Dus ik zou net vragen, wat wil jij eraan doen? Het lijkt me zo tof om zelf terug te komen, ook comedy lessen te geven. Natuurlijk, kijk, ik ben geen roeper. Ik ben misschien geen roeper. Ik heb misschien niet de grote naam. Nee. Maar dat maakt mij niet minder. Klopt. Jij hoeft geen grote restaurant te hebben om het beste eten te koken. Snap je wat ik bedoel? Dus ik weet wel wat mijn krachten zijn. En ik weet waar ik vandaan kom. En ik weet wat ik de mensen zou kunnen bieden. Dus dat lijkt me zeker wel tof om terug te komen om een paar workshops te geven. Juist omdat het nodig is. En er is zoveel talent hier. Dus dat, we moeten het een beetje wringen en een beetje veilen hier en daar. Ja. Dus dat zou wel tof zijn, boy. Ik vind Surinamers overwegend een heel grappig volk. Ja. Als er iets is en je gaat op Facebook, je vermaakt je danig. Geloof me, als er wat is, je gaat scrollen, die dingen die mensen allemaal uithalen. En niet eens alleen op Facebook, gewoon oma of tante op een Facebook. Precies dat. En dan denk je van, het zit natuurlijk gewoon in ze. Juist. Maar als ik denk aan comedians zijn, het eerste wat ik kreeg is buikpijn. Because I think,
op big stage, een heleboel mensen die je zeg maar tevreden moet stellen. Ja, hoe was die drempel voor jou bij je eerste show? Weet je, omdat ik natuurlijk theater gedaan heb en ik acteerde al, was die grens voor mij minder. Dus dat voel je gelijk comfortable. Maar natuurlijk ben je nog wel zenuwachtig, want net wat je zegt, je wilt presteren. Mm-hmm. Ik heb een keer een show gehad, was een vrouw, ze keek de hele show zo. En het is vervelend, want je ziet alleen dat gezicht en dan ga je naar haar spelen. Van, you gotta please her. Toen dacht ik, nee, dat is fout. Mm-hmm. Zij lacht misschien niet, maar de overige mensen wel. Speel voor hun. En het grappige is, toen kwam ze achteraf, zei ze, ik heb zo genoten van je show. Ik heb echt gelachen. Dus iedereen geniet op mijn eigen manier. Dus dat is ook dan wel, wel grappig hoor. Ja, want je hebt mensen die soms echt gewoon zitten en niet per se uitgebreid lachen. Yes. Maar ze genieten wel echt ervan. Omdat het soms raakt het ergens. Toen je denkt van, zag hoe acteert die persoon een situatie van me. Precies. Op, you know? Dus dat is wel echt leuk. Theater maken, waar is dat voor je begonnen trouwens? Het klinkt heel raar, heel cliché. Maar vanaf of jeugd schreef ik al gedichtjes en songtekstjes en noem maar op. En op de basisschool had je elke woensdag had je een halve dag school. En dan mocht je een vak kiezen, want dan ging de dag sneller. En dat was of koken, wat ik koos, of theater. En als ik niet aan de beurt was om te kiezen, ging mensen eigenlijk een soort van dreigen. Van, moet kiezen voor theater. Hoor. Dus ik heb altijd, ik vond het altijd leuk. En zelfs in het laatste, je krijgt dan een boek. Als je naar de middelbare school gaat, zei de juffrouw, Lucinda houdt van theater. En ze kan als niemand anders het beste acteren. Dus vanaf daar al, vanaf groep 8, wist ik al van, dit is wat ik wil doen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een beetje ingebleven, boy. Oké, dat is mooi om te horen. En ja, het klinkt cliché, maar als het vanaf toen al is gebeurd en je hebt het ontwikkeld, prachtig dat je daaraan hebt gehouden trouwens. Yeah. Not everyone does that. Yeah. En het is belangrijk dat je doet waar je van houdt. Zeker, maar ik moet zeggen, ik ben ook wel realistisch in de zin van, en dat ligt aan de opvoeding. Je weet hoe het is, diploma is je eerste man. Yeah. He? Ik kan niet met een theaterman aankomen zetten, want het is geen constant brood. Ja. Ieder, weet je, of je krijgt de opdracht of je krijgt het niet. Dus ik heb wel gewoon mijn HBO afgemaakt voor maatschappelijk werk. Omdat ik zie het zo, als je een talent hebt, zullen mensen je ontdekken en dat gaat je ver brengen. Mocht niemand me daar brengen, heb ik nog aan de andere kant mijn eigen diploma. Om toch nog te zeggen, ik kan doen wat ik wil. Dus best of both worlds, weet je. In de zin van, oké, mensen zien iets in mijn talent, ik kan daar wat van maken. Maar ik doe ook wat ik leuk vind, waarmee ik mijn huur standaard kan betalen. Mm-hmm. Weet je, je hebt een kind, je hebt je familie. Ik kan me niet permitteren om alleen theater te doen en heb maar één keer in het jaar opdracht. Wie gaat mijn huur betalen? Hoe gaan we het? Snap je? Dus ga zeker achter je dromen aan, maar wees ook realistisch onder het mom van het lukt niet altijd of het lukt niet zo snel. En wat ga je dan doen? Weet je, de dromen kan je altijd in je tas zetten. Maar zorg er ook voor dat de standaard dingen in je tas zitten, waarmee je altijd zou kunnen overleven. Ja, mooi gezegd. Als je moet kijken naar toekomstplannen, als het gaat om alles wat je doet, dus jeugdwerk, comedy, hoe ziet dat eruit voor jou? Dat is een goeie. Met Gods wil hoop ik dat ik bijvoorbeeld de jeugdzorgwerk op een... Dus nu doe ik dat zeg maar fulltime en dat ik dat parttime kan doen. Dus bijvoorbeeld 1 dag of 2 dagen ertussen. Kijk, maar meestal als je optreedt of comedy is het, of in de avonduren. Weet je, dus je kan het combineren met een normale baan. Ik ga ook meedoen. Ik mag er nog niks over zeggen, maar jullie gaan het nog zien aan een spelprogramma in Nederland, wat goed bekeken is. Dus kijken wat daaruit komt te rollen. Maar het lijkt me heel tof om programma's te presenteren. En dan gewoon echt de grote zalen te vullen, zowel hier in SU. Maar gewoon echt getting out there. Zodat meerdere mensen me ook kunnen leren kennen. Niet alleen als comedienne, maar ook als Lucinda. Kijk, ik ga niet zeggen dat mijn leven... Ik heb ook een bagage. Ik heb ook dingen meegemaakt. En vaak praten we daar ook niet over. Dus het is ook wel mooi om te zeggen van oké, je bent out there of je bent zo goed bezig. Maar de weg ernaartoe, laten we daar ook over praten. Want iedereen heeft struggles. Iedereen heeft dingen waar ze zich voor schamen. Maar het mooie is, blijf er niet in zitten, want je kan eruit komen. Klopt. Ik las, net zoals je zegt, aansluitend daarop, ik las ooit een meme van soms ziet men je baggage als tea, maar het is eigenlijk je testimony in real echt life, wanneer je uiteindelijk bent waar je moet zijn. Echt hoor. Als je moet kijken naar die optredens van je, waar haal je de motivatie vandaan om even grappig te blijven elke keer weer? Of die filmpjes die je maakt, waar komt de motivatie vandaan? Boy, is een goeie. Het is, ik denk dat, laat me het op mij houden, ik heb een raar brein. Onder het mom van, ik kan zitten en denk ik, boy, laat me wat opnemen. Of dat ik wat schrijf, hè? Want je schrijft, soms denk je aan een fatsoen en schrijf je het op en ik gewoon stuk ga om mijn eigen
Want als ik mijn filmpjes maak, ik zeg het je eerlijk, ik maak ze. Maar als ik terugkijk, denk ik bij mezelf, my God, Jezus. Want het is toch weer een andere Lucinda. Mm. En mensen zien ook niet zo aan me van, oh, je doet comedy met grappen, want ik lijk serieus. Of ik lijk misschien streng, of misschien wel zelfs kapsones, ik weet het niet. Maar ja, de motivatie zit hem. Ik vind het leuk om met mensen te praten. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Maar het is ook gewoon een gift die ik gehad heb. Yeah. Dus dan vind ik het mooi als ik dat kan sharen. En dat gaat echt automatisch, boy. Ik kan je niet uitleggen wat er gebeurt. Ja, het werkt in ieder geval. Maar het werkt, het werkt. Ja. Gelukkig maar. Mm. Je hebt mensen natuurlijk die naar je opkijken, volgers. Ik geniet ook van je filmpjes trouwens. Als je een boodschap moest geven aan je volgers, wat zou die zijn? Doe wat je graag wilt doen. En ik denk dat het vooral belangrijk is, probeer je niet zo bezig te houden met wat mensen van je denken of wat mensen van je vinden. Want ik weet ook wel, ben ik zeker dat mensen dat er mensen tussen zitten van, kijker, ik vind het niet grappig, is belachelijk. Mm. Je zal het altijd hebben. En dat gaat je juist weer houden als je daarmee bezighoudt. En als je meer met jezelf bezighoudt en met je eigen behoeften, dan zal je zien wat voor mooie deuren opengaat. We kunnen iedereen pleasen in het leven. Je kan jezelf niet pleasen in het leven. Dus de dagen en de kansen die je moet grijpen om jezelf te pleasen, neem ze. Neem ze. En misschien val je op je, zoals we het Nederlands zeggen, op je bek. Ja. Dat hoort er ook bij. Het maakt je krachtiger. Het geeft je meer motivatie. En als dat niet jouw pad is, kies een ander pad. Maar geef sowieso niet op. Mooi. Dankjewel, Lucinda. Ik heb genoten van dit gesprek. Ik kijk uit naar een vervolg. Ik weet nog niet in welke hoedanigheid, maar dat zal hem zeker wel worden. Met God wil. Ja, en ik wens je heel veel succes toe in alles dat je doet. Thank you. Dankjewel. Ik zit heel comfortabel, helemaal aan het chillen, in my element, tussen boeken in de community hub dat staat aan de Ormosiastraat nummer 22. Nou, deze hub is eigenlijk ook gewoon bedoeld om een safe place te creëren voor kinderen van de buurt en vooral om ze aan te moedigen om meer te lezen. Over al deze projecten die ze uitvoeren en het goede werk dat ze doen, ga ik praten met Demi en Marcelino van de hub. Blijf u kijken. Lezen is dromen met je ogen open. En om veel meer te weten over de hub, wat ze allemaal doen en over hun activiteiten, vooral als het dus gaat om de voorleesdag, praten we vandaag met Marcelino en Demi. Hoe gaat het met jullie? Ja, prima. Dankjewel dat jullie tijd hebben vrijgemaakt om met ons te zitten vandaag. Allereerst, wat is de hub? De hub is een buurtcentrum. We beschikken een bibliotheek en daarnaast ook een zaal. We hebben graag dat de kinderen hier komen. Hier voelen ze zich ook thuis, vooral kinderen van de buurt. Oké, maar wat doet de hub allemaal? De hub, zoals ik het zei, we hebben een bibliotheek. Er komen kinderen langs en voor de kinderen hebben we verschillende activiteiten. We hebben op de maandag knutseluur en op de vrijdag leesbelang. Oké. Waar is het idee allemaal gestart om te beginnen met een hub? En vooral als het gaat in een buurt waar er heel veel kinderen zijn, was dat jullie aantrekkingspunt? Niet direct. We zijn begonnen met de BIEB. En wat we merkten is dat er heel veel kinderen geïnteresseerd waren in het gebouw. Vandaar dat we zijn gestart met de verschillende activiteiten. Oké. Je hebt het al de keer dat je zegt verschillende activiteiten. Kan je zeg maar enkele belichten waarmee jullie bezig zijn? Momenteel zijn we bezig met knutselclub op de maandag. Hub TV hebben we op de woensdag. En op de vrijdag is er leesbelang. Zaterdag zijn we ook open voor publiek. Ja, Hub TV is iets waar ik persoonlijk ook soms kijk als ik er tijd heb. Van waar is dat concept? Waar is dat concept eigenlijk ontstaan? En zijn het zelf mensen die hubbers zijn die participeren? Hoe werkt dat? Het concept is ontstaan bij de jongeren. Ze waren geïnteresseerd om toneel te doen, dans, noem maar op. En we hebben dan besloten om een gezellige twist aan te geven door naar de media te stappen. Zodat wij ook een beetje bekendheid kunnen hebben.
Oké, okay. Jullie hebben onlangs een beroependag georganiseerd. Kan je me een beetje vertellen, of misschien kan Demi daarop ingaan, wat die beroependag eigenlijk inhoudt of inhield? Ja, beroependag was eigenlijk een onderdeel van het project Leesbelang. Mm-hmm. En Leesbelang gaat er dus om dat wij het belang van lezen willen voorbrengen naar de kinderen van leerjaar 3 tot en met 8. Dat ze weten wat het belang is van lezen en dat ze ook, ja, dat ze ook stimuleren om meer te lezen. Want lezen is de basis voor alles. Mm-hmm. En middels deze beroependag willen we de kinderen dus wijsmaken dat er verschillende soort branches zijn, welke er zijn, en dat daarvoor lezen de basis nodig is. Yeah. En we hadden bijvoorbeeld de artsen, de recurry, we hadden een filmproducer, een landmeter, de biker, sneak patrol, make-up artist en een kok. Zodat ze verschillende branches en verschillende inzichten kunnen krijgen wat de maatschappij te bieden heeft in de arbeidsmarkt. En welke tools ze nodig daarvoor hebben. En ook tegelijkertijd te kijken of hun capaciteiten en de competenties passend daarop zijn. Oké. Als je dus kijkt naar de beroependag, hoe zou je dat omschrijven? Hoe was de opkomst? Is jullie doel bereikt? Ja, het was geweldig. Het was super geweldig. Mag ik in één woord beschrijven? Alles is ordelijk afgelopen hoe het is gepland in de meetings. Was alles was top. De opkomst vond ik ook goed. En ja, we hebben de kinderen kunnen voorzien van een leuke, leerrijke, educatieve beroependag. Okay. En is het de bedoeling om het tot een terugkerend evenement te maken of een terugkerend project te maken? De beroependag? Ja. Ja, dat kan alsnog. Het kan veel groter met meerdere beroepen. Natuurlijk ook meer kinderen, zodat van alle buurten, zodat ze toch wel weten dat ze nu al, hoe moet ik het uitleggen, dat ze nu al, ja, dat ze nu al helpen om de weg wijs te maken. Als je moet kijken naar het lezendrag van kinderen, dan bedoel ik, het gaat om zeg maar boeken lezen, digitaal lezen, gewoon hun lezendrag in general. Is het iets om trots op te zijn en wat, of ja, wat kan beter eraan als je zegt van, hey, nee, we kunnen hier aan werken? Wel, naar mijn observatie, wat ik allemaal heb meegemaakt bij onze doelgroep, leerjaar 3 tot en met 8, is dat ze niet, je hebt net een kleine klein aantal groep, ja, die geïnteresseerd is in lezen om gewoon een boek te pakken en begin te lezen. Ze weten wat het doel is om te lezen. Mm-hmm. Maar als ik kijk, is gros, ja, heeft het misschien niet zo, ja, heeft het niet door wat het belang is van lezen, hoe effectief het is om te functioneren later in de maatschappij. Oké. Okay. En wat is volgens jou een oplossing hierin, dus om kinderen eigenlijk beter te stimuleren om te lezen? Vandaar het project Leesbelang is om het lezen op een creatieve manier over te brengen, op een spelende gewijs, zodat we het interessant voor ze houden. Dat het niet gewoon is lezen, een boek pakken en zitten lezen, een samenvatting maken. Nee, je kan lezen spannend maken, minstens een storytelling, minstens een sketch. Zo kunnen ze het ook verbeelden in hun hoofd. Ja. Dus zo maken we het lezen, we willen het lezen stimuleren bij de kinderen. Door creatieve spelletjes, middels creatieve spelletjes. Oké, gaan we even weer terug naar Marcelino. Als we moeten kijken naar jullie doelgroep die jullie hebben gesteld als de hub zelf. Jullie hebben natuurlijk een doelgroep. Ik neem aan dat jullie ook doelen hebben uitgestippeld. Maar dan vraag ik me af, met welke problemen kampen deze jongeren vooral in deze doelgroep? De jongeren hebben vooral te kampen met, poverty. Maar een stukje opvoeding dat mist. Opvoeding op elk gebied. Het gaat niet alleen thuis, maar ook hoe je je gedraagt over straat. Dat is een van onze mijnpunten. Oké, en als je kijkt naar, je hebt het punt aangehaald waarmee jongeren te kampen hebben. Hoe proberen jullie van jullie positie uit als hub, zeg maar, invulling te geven hieraan om ze toch wel in de juiste banen te sturen? Oké, om te beginnen, om antwoord te geven daarop. De hub is een safe space. We verwelkomen de kids hier. Maar we hebben ook regels. Als je aan deze regels houdt, als je aan onze regels houdt, hebben we geen problemen. Maar vooralsnog is de hub een andere omgeving dan thuis. Dus we hopen en we zeggen ze ook van, hey, let op hoe je je gedraagt. Niet alleen hier, maar ook buiten onze grenzen.
Oké. En wat is jouw mening als het dus gaat om kinderen die in dezezelfde leeftijdsgroep hiermee struggelen, maar geen hub hebben in hun buurt bijvoorbeeld? Hoe kunnen mensen in hun omgeving mogelijk inspelen daarop? Door hun eigen fouten te herkennen. Als je je eigen fouten kan herkennen en je open staat voor verandering, denk ik wel dat de kinderen een betere toekomst zullen hebben. Oké, dus je hebt het over de mensen eigenlijk hun fouten herkennen, de mensen in hun omgeving. Yes. Oké, mooi. Hebben jullie mogelijke samenwerkingen met andere organisaties? We hebben in het verleden samenwerkingen gehad met Villa Sapakara, Scubula, uit het oog zijn die twee. Meerdere, okay. Maar uit het oog zijn die twee. Goed. Demi, dan kom ik weer naar jou. Als het gaat om het lezen zelf, los van Beroependag, zijn er andere projecten die je misschien op jullie op het oog hebben om uit te voeren? Ja, dat hebben we zeker. We hebben hierna een movie day ingepland, waar we dus kritisch lezen middels een movie zullen uitbeelden. We gaan het dus zelf ontwerpen middels een animatie. Vervolgens ook een film, krijgen ze ook wel leuke opdrachten. En als laatst willen we dus een schrijfwedstrijd organiseren voor deze doelgroep, waarbij ze hun fantasie mogen verwoorden of uitschrijven in een verhaalvorm natuurlijk. En er zullen dus schrijvers als judges zijn. Oké, jullie hebben aangegeven dat jullie bezig zijn geweest met projecten voor leesdagen. Je bent bezig met de hub. Als je van jouw punt uit, dan proberen we niet meer te kijken vanuit de hub, maar gewoon vanuit Marcelino's punt en vanuit Demi's punt uit moeten kijken naar jongeren in general. Right? Jullie zijn bezig met projecten lezen bevorderen. Vind je dat er genoeg bewustwording is hierover? Bezig zijn met jongeren en lezen bevorderen bijvoorbeeld? Ja. Zal ik weer zeggen, aan de enige plek waar ik het heb gezien, waar ze dus echt wel letten waar het lezen wordt bevorderd, is op school. En ik vind dat er ook buiten school meer activiteiten gedaan moeten worden voor kinderen, om meer te lezen, om ze bezig te houden, niet alleen in de vakantie, maar dat er ook initiatiefnemers om het gewoon ook na schooluur, dat je ook een bezigheid hebt om na school te gaan. Oké. Als je nu een boodschap moet geven naar ouders die kijken, wat zou die zijn? Dan mag je in de camera voor me kijken. Boodschap. Op de vrijdag is er leesbelang. Stuur niet alleen je kind. Kom met je kind, zodat wij allemaal zo op die manier een bijdrage kunnen leveren. Goed, Demi. Yes, de aanvulling daarop is, stimuleer uw kinderen om samen met hun te lezen. Voorlezen doet ze allemaal goed, naast je geeft ze ook aandacht tegelijkertijd. Maar dat ze ook het gevoel krijgen om dus meer te lezen, om zodoende hun horizon te verbreden. Thank you, Demi en Marcelino. Dank jullie wel voor jullie tijd. Ik wens jullie heel veel succes toe met alles wat jullie doen met de Community Hub. Dank. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. We hebben gesproken met Marcelino en Demi van de Hub. Ze hebben het gehad over wat ze allemaal doen bij de Hub, waarom ze het doen en vooral het belang van lezen. Met dat gezegd hebbende zal ik nu genieten van een boek terwijl u blijft kijken naar ATV en alles wat we u te bieden hebben. Tot de volgende week. Ik ben Aranza Swedo en samen met cameraman Clint Os brachten wij u dit deel.